eerste paasdag 2018. Wij zijn onderweg naar camping Biesenhof in Sinderen. Die zit op de Kapelweg 42A. Er zijn maximaal 4 plaatsen, want het is in de Achterhoek dus. Je hebt daar die bekende Achterhoekse zaal. Daar gooi je dus 10 euro stukken in of 5. 2 euro ja. Momentum. 10 euro in totaal aan muntjes, hè? Ja. Maakt voor mij helemaal niet uit welk muntje. Maar ze geen stuivers van mij. En daarom zijn het ook iedere keer maar 4 plaatsen. Net als het is voor 4 plaatsen. En dat is dan ook inclusief de stroom. 24 uur met stroom. Dus als je nou bijkomt aan om 12:15. En dan morgen vroeg 12:15 dan gaat de stroom eraf. Dan houdt het op. Dus mag er bij genoeg aan. En we zijn wel benieuwd wat voor plekje dat nou is. Ja. Want Sinderen is een heel klein plaatsje. Sinderen is een gehucht, of hoe noemen ze dat? Nou, helemaal geen winkels of zo, hè? Nee. Dus je moet voortijd even de boodschappen doen. Ja, of op de fiets teruggaan naar Varsseveld. Ja, dat kan ook. Nou, hier hebben we het plekje Sinderen, ziet Bordje al. 30 kilometer per uur. Het is wel 800 meter van de camperplaats af. En omdat het eerste paasdag is, zijn we natuurlijk wel even benieuwd of, of er nog plek is voor ons. Maar gisteren dachten we dat ook, daar in Gent. Maar ja, ze stonden op een gegeven moment helemaal alleen. Hè? Ja, toen kwamen we aan de twee campers en toen gingen wij dus daar, gingen die twee campers weg. Daarna kwam er wel weer wat bij, maar het was dus niet druk. En nou, je ziet het ook al aan het weer. Camper de Biesenhof rechts. Ja. En met dit weer zou je kunnen verwachten dat er niet veel campers onderweg zijn. We komen er wel heel wat tegen trouwens. Maar dus even afwachten. Nou nog 390 meter. We rijden Sinderen weer uit. Zoals je ziet, wow. Hoge drempel. Ja. Nou, hier heb je wel een wijd uitzicht trouwens. Ja. Tom geeft 42, wij moeten 42A hebben. Oh, 42A? Ja. Oh, dan moeten we dus nog iets verder. Ja. Stapoverlast, snelheid in lawaai. Juist, een beetje rustig rijden. Kijk, daar heb je al van die geschorste Hollanders. Ja. Hier zie ik SNV camping, dat is niet, hè? Ja, dat zou het wel zijn, want hier heb je de campingplaats. Oh, ja. Het is hier niet druk. 42, staat één camper. Horen jullie dat? Het is zo mooi rustig hier. We staan. Het was iets scheef, dus ik heb even een pootje en een krikje eronder moeten zetten. Maar zo staan we prima. Moest kijken wat een uitzicht. Dan heb je dat kapelletje. Mooi, hè? Nou, ik... Even wachten tot de zon ging schijnen. Maar voorlopig zit dat er nog niet in. Het wordt wel wat lichter in de lucht, dus laat ik het straks nog even zien natuurlijk met de zon erbij. Nou, dit is dus die paal. Achterhoekse zuil, zeg maar. En zoals je ziet zit er geen stekker in. Wat blijkt nou? Hij is stuk. Ik had de 10 euro in gedaan. En er gebeurde niks. Dus toen werd gebeld. En binnen 5 minuten waren ze hier. Ze waren weg, maar ze waren binnen 5 minuten terug.
Kijk, mocht ik hem daar... daar in dat kastje. Steken. Hè, de... Het stroomsnoertje. Hier heb je een veld. Ik zie daar 4 stopcontacten. En daar 4 stopcontacten. Dus ik weet niet of dit allemaal voor caravans en zo is. Misschien ook tentjes. Het is natuurlijk een minicamping. Dan zie je daar het toiletgebouwtje. Loop ik daar even heen. Hier een waterkraan. Dat is trouwens een woning, een vakantiewoning die je kunt huren. En dan moet je maar even op de website kijken. Maar het kan best zijn dat het volgend jaar duurder is of zo. Maar nu was het voor mij maar €62,50 per nacht. En dan heb je een woonkamer met 2 slaapkamers. Dus voor 4 personen, zeg maar. Keuken, alles erop en eraan. Nou. Startpunt voor het toilet hier. Dit is even een ander verhaal, daar kom ik straks op. Dat is wel even interessant. En dan heb je hier, zoals je ziet, geen stroompunten. Ik dacht dat dit ook deel van de camping was. Maar ik zie geen stroompunten, dus waarschijnlijk is dit het speelveld. Hier staat nog een caravan. Ik weet niet of die te huur is of dat die staat wel een stick op. Ja, ik denk dat die te huur is. Nou, dan komen we dus even bij het projectje. Kijk, toiletgebouw buiten gebruik. En waarom? Dat wordt zo duidelijk. Dat daar geen toilet meer op zit. En daar ook niet. Maar als je goed kijkt, zie je daar een kruisje. En er staat bij 110. Dat is het diameter van de buis. De oude toiletbord zat daarop. Maar er komt nou een hangtoilet. En die moet daarin. En je raadt het al. Daar moet een gat geboord worden. Mooi. En daar ook. Hier moet je even doorheen kijken. Hè? Hij is hier nou bezig om dat netjes te maken. Er komt al helemaal een nieuwe toilet in. Even kijken hoor, hier staat hij. Dit is de douche trouwens. Zie je dat? Is ook bij de prijs in, denk ik. Alleen niet voor camperaars die voor aan de weg staan, waar wij nou staan. Dan betaal je, zoals ik heb gezien, 50 cent extra. Maar dan moet je even melden en dan mag je hier dus douchen. En ook naar het toilet. Maar dan moet je gewoon even melden, betaal een paar cent extra en dan is dat klaar. Hier kun je de afwas doen. Oh, hier is daar zit de oude toilet, zie je dat? Die daarvan. Hier heb je ook nog een plekje waar je in de handen kunt wassen en dergelijke. Daar allemaal informatiemateriaal. Zoals ik heb gehoord kun je hier hele mooie stukken wandelen en fietsen. Nou, dan ben ik weer buiten. Kijk eens, daar zitten nog wat beestjes. Dan loop ik even in. Als je de vorige video's hebt gezien, kun je zien dat de gimbal een beetje, het beeld een beetje scheef was. Ik heb hem nou zojuist gekalibreerd, dus hij is nu weer waterpas. Dus nu kan ik weer met dit ding lopen. Ja, moet je zien, die pauw. Mooi, hè? Een paar bokjes. Dit is dan die vakantiewoning. Dan heb je hier een terras waar je kunt zitten. Nou ja, ik denk dat hier voor ook wel zou mogen zitten. Maar hier ook. Dus je hebt 's ochtends en 's avonds heb je zon. Kun je in de zon zitten. Nou, kom maar achterom. Nou, dit is namelijk een rustpunt.
Dat kun je ook zien op de site. Hier kunnen mensen met de fiets, kunnen ze hier komen, stallen ze de fiets. En zie eens, zo'n service, hè? Opladen van de elektrische fiets. En dan heb je hier dus zoopbediening en toilet. En omdat nou die andere toilet buiten gebruik is vanwege de renovatie, mocht ik deze gebruiken. En wat ik al zei, tegen een extra betaling, deze douche. Dan zoek ik alleen nog even deze krap. Nou, die kan ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Maar dit is dan de douche. Ook een afneembare douchekop. Warmte instelbaar. De kraan. Allemaal netjes op. Super. En koffie. Gewoon lekker simpel. Een Senseo met de koffiepads. En hier staan de prijzen op. Is het duidelijk zo? Ja, hè? Daar een waterkoker voor eventueel thee. Gekoelde drankjes. Die zitten dan hierin straks, hè, van zomer. Nu natuurlijk niet. Het is in april. En hier heb je verschillende soorten thee. Gastenboek. En ook weer wat informatie. Allerlei dingen. Rustpunt zoeken. Nou. Ik vind het natuurlijk geweldig, hè? Dat ze dus op die manier dat allemaal voor elkaar hebben gemaakt hier. Want je hebt wel vaker van die plekjes. Dan sta je voor aan de weg. En zoals wij daar nou staan. En dan hoor je wel eens dat je dus geen gebruik mag maken van sanitaire voorziening op de camping. En dat heeft allemaal te maken met de prijs. En als je dan zegt, oké, ik betaal 50 cent of een euro, op mijn part 1,50 euro, weet ik wat, dan betaal ik extra. En dat je dan dat dan wel mag gaan gebruiken. Dat vind ik alleen maar service, vind ik super, echt. Wat is dit? Een dikke paal. Zo. Maar zo rustig als het hier is. Heel in de verte hoor ik een vliegtuig overgaan. Ik denk dat we daar nog wel even gaan kijken. Ik had net nog beloofd dat we, hè, daar staan we, dat we even naar deze kapel zouden gaan. Maar we wachten even tot de zon gaat schijnen. En daar is hij. Maar hij schijnt niet echt. Oh ja, Antonius. Ik kon even niet meer op zijn naam komen, ik had het net al gezien. Antonius kapel. Dat is gewoon een lekker korte wandeling. Een parkeerplaats bij. Met een afvalbakje trouwens. Zie je dat daar? Aan het eind daar. De 12e eeuw zie ik staan. Dan de heren van Sinderen. Ja, ook. De gimbal gaat een beetje van links naar rechts naar onder. Zendt over de QR-code. Oh, die is daar. Zie je dat? Die kun je scannen, dan kom je op een website, denk ik. De volgende kerkdienst is pas de 27e mei. Oh ja. Dat duurt nog alleen. Ah, het is zo'n leuk kapelletje. Ik weet niet of de deur open is. Of we er zo in kunnen om te bekijken, maar Protestantse gemeente Varsveld, Antoniuskapel.
Ik denk niet dat die open is. Nee. Te kijken. Ja. Je kunt hier even naar binnen kijken. Zie je dat? Gewoon simpel, eenvoudig kapelletje. En ik dacht dat hier ook nog een soort van kerkhof bij was. Nee, dat is verder niks bij. Nee, omdat daar een haagje omheen zit. Vaak heb je dan zo'n haagje om zo'n kapelletje. En dan heb je dan zo'n kerkhofje. Maar hier... Ja, wacht even. Ik zie hier één steen. Eén. Een grafkelder volgens mij. Nou, dat is echt heel moeilijk te lezen. Hier rust Bertha Reubelt, volgens mij. Geboren in 1855. Overleden in 1864. Oh. Lees ik dat nou goed? Ja. Ja. 11 jaar. 9. Ja, ik zat rekening, denk ik. Vrek. 9 jaar. Oh, dat is toch... Kijk, en dat is een... Ik weet het niet zeker hoor. We zijn wel eens op kerkhoven aan het werk en dan moeten we bepaalde graven ruimen en dat de familie dus het graf niet meer wil onderhouden. En waarschijnlijk heb je daar een kelder en dat hier, dat deze gereserveerd zijn, die andere plekjes, hè, wat je hier ziet. Zoals die en deze. Dat die gereserveerd zijn voor de familie, maar misschien liggen daar ook wel mensen. Nou, dat is dus een vraag die wij niet kunnen beantwoorden. Ik hoor daar ook weer een vogeltje in die boom. Moet eens kijken, dit wordt dan gewoon helemaal blauw in de lucht. Mooi. Ja, dat is dan even weer lekker. Even. Het is maar een heel klein wandelingetje. Want wat zal het zijn? 200 meter van de camperplaats hierheen. Maar ik heb toch even een frisse neus gehad. En jawel, zonnetje erbij. Kijk eens. Ik kom net teruglopen van de kapel. En ziet het er nou in één keer heel anders uit? Maar dat scheelt, hè? De zon schijnt. Onverstoorbaar. Heerlijk. Zie je het dorp ook? Daar, oh ja, daar. Ja, daar zie je het dorp. Of gehucht, of ja, hoe noem je het? Het is heel klein. Wat we al zeiden. Maar voor een wandelingetje. En er zijn een aantal. Oh, kijk, zie je een kaart. Kan ik het even laten zien? U bevindt zich hier. Zie je dat? En daar. Ik ging net op Google Maps. En er zijn echt heel veel wegen hier zo omheen die je dus kunt bewandelen of fietsen. Je zit hier vlak bij de grens, hè? Ja, ook dan dicht bij de Duitse grens, ja. Ja, nog een kerstboom. Ja. Ja, we staan... Zoals je hebt gezien, alleen hè, toen we kwamen stonden daar nog Duitsers. Die mensen hadden geen stroom nodig. En toen vroegen ze aan de eigenaar hier. Wat moeten we betalen, maar dan in Duits. Wat moeten we betalen als we hier staan zonder stroom? En toen zei die eigenaar, nou weet je wat het is? Dan kun je daar gewoon staan voor €7,50. Is dat niet gasvrij? U bent van harte welkom op Camping de Biezenhof in Sinderen in de mooie Achterhoek, het onverwachte Nederland.